Ja, het... Wat ben ik veranderd? Nou, ik hield wel van Nederlandstalige muziek, maar ik deed er niet zoveel mee. Nou, vertel eens even, want dan wou ik eens weten, hoe, hoe moest die liefde voor jou, uh, voor het Nederlandse lied, moest dat groeien of zo? Nee, die was er altijd. Maar er was uh, in, de, in de setting van, van de radioprogramma's die wij toen maakten, op, op Hilversum 3, uh, later 3FM, uh, dat verhield zich niet goed. Dat, dat ging niet, dat, op een of andere manier klonk dat niet. Dat was natuurlijk onzin, maar dat dachten wij toen. Maar toen de Nederlandse talige popmuziek begon, uh, heb ik dat uh, met anderen natuurlijk uh, omarmd. Uh, denk aan Doe Maar, aan Van Dikke, uh, aan, aan uh, De Dijk, aan Het Goede Doel, uh, Toontje Lager, uh, dat, dat is allemaal door mij heel veel gedraaid in de loop der jaren. Dus ik heb, ik heb er altijd belangstelling voor gehad, maar het moest altijd wel een beetje pop zijn. En dat, uh, laten we zeggen, dat cabaret... Uh, repertoire. Op een, een of andere manier kwam ik daar minder aan toe. Maar ik heb toch ook heel veel z'n drie gedraaid van Herman van Veen. Of een vriend zien huilen kan ik niet. Robert Long heb ik gedraaid. Uh, maar ik heb nu ook door de taalstaat natuurlijk. En de strepen van Spitsprogramma wat ik vroeger hiervoor maakte op Radio 2. Heb ik wel steeds meer aandacht besteed aan het Nederlandstalige lied. En nu vind ik het heerlijk om in, uh, in de taalstaat uh, dat iedere week te kunnen en mogen doen. Ja. En. en... Ja, ik vind, ik vind dat toch wel apart, hè? want, want hoe, hoe zit dat eigenlijk voor Nederland dan als het gaat? Hoe is Nederland meer gaan houden van Nederlandse muziek? Want, want je, je, bij de radio, dat omschrijf je net, maar ik probeer ook wel een beetje te begrijpen. Het lijkt alsof het ja. meer, vroeger meer een doorgeefluik was voor Amerikaanse hits. Klopt. En, en... Ja, de, de Nederlandstalige muziek is populairder geworden. En ik denk, omdat de muzikanten vaak... Denk aan Jan Rot, die is in het Engels begonnen. Maar die heeft op een gegeven moment ontdekt, ja, maar ik kan in het Nederlands me veel beter uitdrukken. Het is veel duidelijker uh, voor mij om, om te zeggen. Uh, of ik kan veel beter zeggen wat ik wil als ik in het Nederlands zing. En toen is hij in het Nederlands gaan zingen. En ik denk dat heel veel artiesten dat nu beseffen: dat je in je eigen taal, je moederstaal. Uh, het meest gevoel kunt leggen. Want als je, in een, Engels, als je een Engelse tekst leest of hoort. Ja, dat is toch niet jouw taal. Dus het gevoel, de emotie die bij taal hoort. En die eigenlijk. De emotie vult ook ieder woord. Het is ook een soort zuurstof voor een woord, emotie. Ja. En, en als je dat in een, in een andere taal hebt, je, heb je minder zuurstof. Dus ik denk dat de artiesten van nu dat ontdekt hebben. Ik denk stiekem dat hip Nederlandse hiphop ook wel ook, een aardig ja, steentje heeft ja, bij ja, ja, zeker. Als ik denk aan de jeugd van tegenwoordig wat die wel niet hebben betekend... maar ook aan uh, Brainpower, uh, in de jaren negentig is dat natuurlijk begonnen. Dat is overigens overgekomen van de straatmuziek uit Amerika. Dus de, de, he, dat is één op één vertaald in het Nederlands. En dat is hip-hop geworden. En dat heeft ook heel veel belangrijke vertegenwoordigers. Wat ik buitengewoon interessant en uh, nieuwsgierig heb gevolgd. Altijd. Ja. Het, het album van de jeugd van tegenwoordig. dat ze dit jaar hebben uitgebracht. Daar schrijf ik ook over brokstukken uit de lucht. Ik weet niet of je dat nummer kent. Ja. Maar dat is, dat is onvoorstelbaar knap gemaakt. En jij, dus... j, jij viert ook soms het andere taalgebruik hè, in die hip-hop. Ja, dat is. Dus, dus, dat vond ik ook leuk in het boek. Er zijn een soort. Nou ja, ik wil ze niet. Uh, 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 kleinkunstfundamentalisten noemen, maar het moet wiskundig... het moet rijmen op een bepaalde manier. Ja, dat bedoel ik grappig, maar, ja. maar jij zegt dat mag ook anders. Het mag ook anders, ja. Het mag ook anders. Uh, de muziek vraagt ook om, om een ander soort rijm. Als je Jan Beuving, die een prachtig lied heeft geschreven... voor Richard Groenendijk, uh, Ik hoop het wel... daar schrijf ik ook uitgebreid over, over een, een, een grote bruidstaart... Um, Prachtig van rijm. En ook echt bijna wiskundig, precies. Nou, is Jan zelf een wiskundige. Die houdt ervan. Die heeft overigens zelf net een heel interessant boek uitgebracht. Ruitjes papier. Waarin hij uitlegt hoe hij zijn teksten schrijft. En hoe die gelaagd zijn. En daarnaast heb je natuurlijk Frank Boeien. Die ik als voorbeeld noem. Die, die lang niet altijd rijmt. Dat hoeft ook helemaal niet. Want de muziek vraagt niet altijd om dat rijm. Ja. Dus het is ook de muziek die, die om. Om teksten vraagt. En dat is met de hip-hop ook zo. Die hebben zo hun eigen uh, teksten ontwikkeld. Denk aan Fresco, denk aan de jeugd van tegenwoordig er is. Nou ja, er is veel meer. En, je, is het. Ja, en jij kan zo nog uur doorgaan. Kijk, weet ja. je waarom ik het ook een beetje vraag? Uh, ja. Omdat jij, jij bent eigenlijk bewaker van het Nederlands cultureel uh, erfgoed. Je bent natuurlijk ook groot geworden met Hilversum 3. Ja. Maar dat Radio 3FM bijvoorbeeld, dat is, te, dat is een beetje ten onder aan het gaan. Ja, dat gaat, dat gaat aan mijn hart, moet ik zeggen. Ik, 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 ik heb nauwelijks de tijd om ernaar te luisteren. Ik ben echt een. NPO Radio 1 luisteraar. Uh, uh, maar dat gaat me toch aan mijn hart. Waarom? Stiekem. Omdat dat toch een verzamelplaats... daar zouden jongeren naar moeten luisteren. Daar zouden ze de nieuwe muziek moeten horen. Dat zouden ze aan elkaar moeten kunnen doorvertellen. Dus op een of andere manier... zou Radio 3 die taak weer uh, op zich moeten nemen. Dus daar moeten ze goed over nadenken. Misschien doen ze... Dat doen ze vast wel, maar... Uh... Heb je een suggestie? Uh... Ja, dat, dat het weer om de muziek moet gaan. Kijk, heel veel radiostations. Dat, dat, ja, dat, dat heb ik mezelf ook schuldig aan gemaakt. Maar de oude hoort maar aan, hè. Dus uh, gezellig bij de bij de, uh, even, de even de krant, even, even kijken wat er in de krant staat, daar een grapje over maken. Maar als het weer over de muziek gaat, als je weer echt. Ik luister wel eens naar Sublime. Uh, dat is helaas van de van de, ja. van de kabel af, ja. maar het is nog wel op internet. En daar gaat het om de muziek. Ja, ja, maar, en ja. en, en dat, als je nou een muziekstation, als je 3FM weer groot wil maken, maak er dan een station van dat weer om de muziek gaat, dat het daar om draait. Maar, maar misschien doen ze het nu al. Maar, maar Frits, jij, jij was een voor